Welkom weer, dames en heren, bij 023 Magazine, 023 Politiek. En dit keer hebben wij burgemeester Astrid Nienhuis naast ons en ons vaste sidekick, Jos de Jong. Nou, dit is de laatste van de bestuurders van Heemstede. Ja. En dat is echt de burgemeester. Weg was misschien de laatste beste, laten we hopen. Ja, in ieder geval het misschien interessantste, of juist niet, dat gaan we zien. Ja. We hebben natuurlijk al eerder een interview gehad in ons blad. En dat was een leuk interview. Ja, dat is zeker leuk is dat geworden. En wat mij is bijgebleven is van het achterste artikel. Dat was bij de Bloemist. En, ja, dat was prachtig. He? Ja, en wat ik wel interessant vond, dat u zo gek was op dieren. Ja. Dat was wel heel leuk. Zelf wat minder, denk ik. Ik hou zo van, ja, dieren vind ik leuk van ver af. En dat was het moment dat u met die kat, die toen in mijn nek sprong. Oh, waar God, toen nog heel hard gelachen werd. Ja, ja, ja. Dat is al gebleven, bij me gebleven. En ja, dat was een heel ontspannen middag was dat. Ja, was heel gezellig. Ja. Dat, ja. Ja. Daarom ben ik ook rechten gaan studeren zelfs. Vanwege dieren. Oh, vertel. Ik wilde oorspronkelijk zelfs veearts worden. Dus tot hier in de koeien zitten, paarden en veulens trekken en weet ik veel wat. Maar toen werd ik uitgeloofd. Dus toen ben ik rechten gaan studeren om later bij Greenpeace op te komen voor de rechten van het dier. Nou ja, dan lopen dingen anders. Ja. En, maar goed, ik kom nu een beetje op voor rechten van iedereen. Ja, dus, het begon met de dieren. Het begon met de dieren en nu is het dieren en mens. Ja. Ja, dat is een hele andere. Dus ik voelde me daar heel thuis met die kat hierom. Ja, ja, ja. Ik ben zelfs hondentrainster geweest, dus nee, ik heb heel veel met dieren gedaan. Hondentrainster zelfs? Ja. Wat voor honden heb je getraind? Gewoon gehoorzaamheidstraining bij de dierenbescherming. Ik ben 12 jaar hondentrainster geweest. Tijdens mijn studententijd en daarna. Oké. Okay. Dat staat hier helemaal niet bij. Nee, dat is mooi. Het staat wel op LinkedIn. Ja, dat is wel mooi, daar hebben we een paar vragen voor voorbereid. Deze zat er niet tussen. Heb ik een hele andere. Ga je hem al vaker op het verkeerde been zetten? Nee, maar dat is wel leuk juist, want anders krijg je de standaard vragen. En dit is natuurlijk even leuk van, kijk, wilt u weten wat over de achtergrond? Ja. Maar nu heb je natuurlijk een hele andere binnenkomst van de achtergrond. Dat is eigenlijk heel apart. Dus. Ja, hoe ben je van de gedachte van veearts ineens in politiek terechtgekomen? Ja, jeetje. Veearts werd ik uitgeloot, hè, dus dan is die weg een beetje afgesloten. Toen ben ik rechten gaan studeren tijdens mijn studententijd en daarna lesgegeven op de universiteit. En van daaruit eigenlijk begonnen met de rechten, maar dan van de mensen, ben ik advocaat geworden. En vanuit de advocatuur officier van justitie, dus toen werd veiligheid al een heel belangrijk thema. Dus ik heb 12 jaar ruim bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Heroïnehandel, cocaïnehandel, mensenhandel. Zware handel. Schiphol, luchtvaart. Ja. Heel diverse dingen gedaan. Heel interessant. Ja. Heel veel meegemaakt. En na verloop van tijd ga je toch nadenken van, ja weet je, ik ben nu eigenlijk iedereen die, ja, mensen die een beetje ontspoord zijn of die in ieder geval een fout begaan hebben, die heb ik op zitting. Terwijl het zoveel aardiger zou zijn om te kijken of je kan voorkomen dat mensen die weg inslaan. En ik was toen al, denk ik een jaar of 8, 9 lid van de VVD. En toen dacht ik van ja, maar laat ik het omzetten in daden. Hoe kan ik nou meer preventief aan de gang? Volgens mij doet de gemeente dat. Dus toen heb ik meegedaan bij de verkiezingen van 2010 in de gemeente Velzen, waar ik toen woonde. En toen ben ik in de raad terechtgekomen. Toen de wethouder het college inging, toen schoof alles door. Dus toen ging ik de raad in. En toen dacht ik, ja, dit vind ik eigenlijk toch wel erg leuk. En er was een diversiteitsbijeenkomst geweest met Harry Borghouts nog als commissaris van de Koning. Ja, ja. Die wilde meer vrouwen in het ambt. Dus daar ben ik naar een voorlichting geweest. Nou, toen zei ze, ja, moet je eerst raadslid worden en dan wethouder en dan burgemeester. En toen dacht ik, ja, weet ik niet. Okay. Als ik nou zoveel van veiligheid weet, waarom kan ik die niet meteen burgemeester worden? Dus toen heb ik gesolliciteerd en toen werd ik burgemeester in Landsmeer. En daar ben ik 6,5 jaar burgemeester geweest. En toen kon ik weer terug naar de Kennemerkust, dankzij de vacature in Heemstede. Dus zo ben ik in Heemstede terecht. Wilde je dat ook deze kant op komen? Ja, dat wilde ik. We hadden het als gezin heel erg naar ons zin in Zandpoort-Zuid, waar ik toen woonde. En dit was een hele mooie gelegenheid om weer terug te kunnen. Ja. En Heemstede kende natuurlijk al, de kinderen hadden al verjaardagsfeestjes gehad op de speeltuin en bij de kinderboerderij. Ja. En ja. Nou ja, het is natuurlijk gewoon een voordeel. In feite, echt de hele regio is gewoon bekend. Ja. Het is dus niet alleen Heemstede, het is Velsen, Schiphol. Als je gewoon die straal neemt,
Een parket Haarlem, parket, resortspakket Amsterdam, parket in Alkmaar heb ik gewerkt. En Landsmeer zat natuurlijk ook al in de metropoolregio Amsterdam en Heemstede ook. Dus ja. Die dynamiek daarvan ken je al. Dat was wel een vliegende start, ja. Dat is wel heel handig. En heb je het een beetje naar je zin? Zeker weten, zeker, ja. Ja. Want er is best wel wat veranderd, heb ik het idee, in Heemstede. Sinds mijn komst? Inspraak van mijn bevolking. Oh. Ik heb het idee dat er toch een beetje meer wordt gedaan dan participatie. Bedoel, het Havenlab was natuurlijk ook al voor mijn tijd. Dus ik vond, en dat is een heel erg vooruitstrevend project. Waarbij je inwoners zelf gewoon de regie geeft op de inrichting van een havengebied. Dus dat was al een heel mooi voorbeeld. Ja. En heel veel projecten ook in ruimtelijke, bijvoorbeeld de herinrichting van een weg of herinrichting van een plantsoen of zoiets, werd ook al vaak gewoon aan inwoners gevraagd wat ze ervan vonden. Ja, en toch heb ik het idee dat de communicatielijnen tussen de gemeente en de bevolking aanmerkelijk zijn verbeterd in de afgelopen 5-6 jaar. Okay. Maar misschien ligt het in mezelf hoor. Ja, nou ja, goed, 4 van die 5-6 jaar is voor mijn tijd. Dus ik, in ieder geval, die heb ik meegemaakt. Niet per se te maken met mij. Maar, okay. Maar ja. het staat, je kan als gemeente niet meer zonder. Maar het staat ook wel duidelijk in de coalitieakkoord. Klopt. Duidelijk. Klopt. Staat participatie, staat er heel veel. Participatie en vernieuwende democratie. Precies. En duurzaamheid. Dat zijn echt de twee woorden die zie je steeds terugkomen. En sociaal. Ja. Dus. Dat is natuurlijk ook een speerpunt. En je ziet heel veel mooie experimenten in Nederland op dat terrein. Ja. Dus Heemstede doet daar gewoon ook aan mee. Ja. Nou, prima. Hey, ik heb een vraagje. Een tijd geleden deed ik nogal wat rake uitspraken over de toekomst van de Raad. Ja. Hoe denk je daar nu over? Nou ja, blijft de Raad bestaan of gaat er ontzettend veel veranderen? Oh, gaat de Raad eruit? Hoe heet het? Dat is een goed idee. Maar de gemeentewet is de gemeentewet. Dus de gemeenteraad is er en de gemeenteraad blijft ook wel, denk ik. Maar er zijn natuurlijk verschillende dingen die je ziet gebeuren. Je ziet de provinciale statenverkiezingen. 19% van de bevolking kiest voor PVV en voor democratie. Wat betekent dat? Wat doen we dan? En misschien is het een hartstikke stem uit overtuiging, maar het kan ook een proteststem zijn. En welke verbinding met de bevolking maken we dan niet? En waar zien we dingen over ons hoofd? En wat is dan de rol van bijvoorbeeld de raad, maar ook ambtenaren en collegeleden, hoe je die verbinding maakt met die bevolking? Als je dan vervolgens ook kijkt naar toenemende participatie, daar zijn echt voorbeelden van dat de rollen volledig omdraaien. Een paar jaar geleden ben ik in Hoenderlo geweest. Dat is een klein dorp, er wonen 500 mensen. En er komen 3000 bezoekers per dag in het seizoen langs. En dat dorp, dat had een dorpsraad. En daar zijn, geloof ik, iets rond 75% van de leden van het dorp zijn lid van die dorpsraad. Dus dat is een hele gedraagde club. En die hadden op een gegeven moment bedacht van, ja weet je, er is een mooi toegangsweg naar Hoenderlo en rechts is een mooi weiland en links zijn voortuinen. Wat zou het mooi zijn als dat meer in balans is? Dat je links en rechts allebei weilanden hebt. Dat is een mooie entree. Ja. En ondertussen die eigenaren van die woningen, die zeiden van, ja maar die tuin aan die kant, die wil ik eigenlijk ook niet. Ik wil liever de tuin aan de andere kant van het huis. Nou, als je dat als gemeente had willen regisseren, van switch de voortuin met de achtertuin en je krijgt een mooie entree, zeg maar, kansloos. Mm. Want dan komt er zo'n gevoel van, hallo, de gemeente gaat over mij beslissen. Nu ging het vanuit die dorpsraad. Dan hebben ze gewoon met elkaar een gesprek gehad. En is het dus omgedraaid. En nu als je Hoenderlo binnenrijdt, dan heb je links een weiland en rechts ook een weiland. En ze zijn ook de verbinding aangegaan met die Hoenderlo-groep die daar zit. Dat is een groep van toch wel probleemjongeren. Die hebben allemaal een opleiding gehad voor onderhoud openbare ruimte en het bereiden of het besturen van een grasmaaier. En als het dorp vindt dat er gras gemaaid moet worden, wordt alleen de grasmaaier gebracht. En die wordt dan bediend door die Hoenderlo-groep en dan wordt hij aan het eind van de dag weer opgehaald. Dus een mooi voorbeeld van hoe zo'n dorp, en natuurlijk is het voor 500 mensen is makkelijker, maar hoe zo'n dorp toch heel erg in eigen regie is. En als dat dan zo is, wat is dan de rol van de raad in relatie tot zo'n dorp als ze het zelf weten te organiseren en zelf weten? Daar kun je over praten. Daar kun je lang over nadenken natuurlijk. Er zullen ongetwijfeld onderwerpen zijn waar je toch een bepaalde invloed van misschien een raad of een adviesorgaan nodig hebt. Nou, ik kan me voorstellen dat er sommige dingen in de knoop raken, dat men er niet uitkomt, dat een gemeenteraad dan een knoop moet doorhakken bijvoorbeeld. En je ziet gemeentes, Zuidwest-Friesland. Grootste gemeente van Nederland. 89 kernen. Ja, okay. Waaronder 6 steden van de Elfstedentocht.
En die hebben, al die kernen hebben een eigen accountmanager in het gemeentehuis. Die 10% geloof ik van het budget van de gemeente is beschikbaar voor identiteitsversterkende activiteiten of wensen vanuit het dorp. En dat regel je rechtstreeks met de ambtenaar. Dus dat potje is wel gelabeld door de gemeenteraad, zo van waar mag dat dan worden uitgegeven. Maar daarna is het een wisselwerking tussen ambtenaar en dorp. Maar het dorp heeft natuurlijk wel een sterke sociale cohesie. Klopt. En ik denk, als je alleen nog hier kijkt, bijvoorbeeld in Haarlem, als je gewoon een wijk pakt. Ja. En dat is qua inwoneraantal misschien hetzelfde, of misschien ietsje meer dan. Maar toch krijg je die cohesie niet. Maar misschien is dat ook wel de grootste opgave van nu. Ja, energietransitie ook. En ja, verduurzaming ook. En dat is ook allemaal. Maar cohesie bevorderen. Ja. Mensen weer tot elkaar brengen, voor elkaar laten zorgen. Ja, ik denk zelfs dat het een punt is, wil je die andere twee grote punten bewerkstelligen, heb je eerst die cohesie nodig. Zeker, zeker. En dat is natuurlijk in toenemende mate, onderkennen we dat met elkaar, dat dat zo is. Ja. En dus is het ook belangrijk om juist de inwoners in hun wijk te helpen, te ondersteunen, te doen wat zij met elkaar belangrijk vinden. Is dat initiatief wat Annelies een tijdje geleden, wanneer was het, in maart of iets dergelijks, naar voren bracht met die participatie, waarbij allerlei verschillende groepen in het gemeentehuis bijeenkwamen. Is dat een mooie voorloper daarvan? 4 maart, de sessie van 4 maart, ja. Ik vond het hartstikke mooi. Ik was daarbij ik heb me toen aangesloten bij de subgroep of workshop Ede. Ede doet. Nou, ja. Ik vond het prachtig zeg. Leuk, hè? Jeetje, als je dat kunt realiseren. Dat is maar een voorbeeld, hè. Er zijn legio voorbeelden in het land. Zoals Ede doet, ook andere vormen. Ja, maar het was wel heel duidelijk dat de mensen er toch behoefte aan hadden. De zaal zat hartstikke vol. Zeker. Ja. En als je dus als gemeente ook uitstraalt dat dat mag, en dat je ook gehoord wordt, dat je initiatief graag zelfs, en dat we dan, als je wil dat wij geen rol spelen, spelen wij geen rol. Als je wil dat we als gemeente met advies ondersteunen, of een ruimte ter beschikking stellen, of koffie schenken, noem maar wat, dan kan dat ook. Ja. Maar ik denk dat die cohesie is in dat verband een hele belangrijke. En daar zaten inwoners, ambtenaren, collegeleden en raadsleden. Ja. En dat programma gaat nu door. Er zijn 21 mensen die zich hebben aangemeld. Echt waar? Oh, God, goed zeg. En een groep ambtenaren. En Annelies doet natuurlijk als trekkende wethouder mee. Van geloof ik bijna alle fracties één iemand die ook meedoet. En verken nou hoe je dat samen gaat doen. Want je kunt wel zeggen, de raad is hiervan en de rest is voor inwoners. Maar eigenlijk is de gemeente Heemstede is van de inwoners. Ja, en wij helpen. Maar die 21 mensen die ze hebben aangemeld, hebben ze zich aangemeld allemaal voor specifieke onderwerpen? Of wordt dat de groep die een aantal onderwerpen gaat behandelen? Er is natuurlijk een programma in de zin van, we verkennen samen, we gaan zelf samen een weg inslaan en we zien wel waar we uitkomen. Ja. Die 21 die gaan daaraan meedoen. Dus er staat niks van tevoren vast. Je hebt gewoon met elkaar het goede gesprek over hoe doe je dat idealiter in de toekomst met elkaar. Maar is dat niet zo dat Heemstede die sociale cohesie toch wel een beetje heeft? Zeker. Ik zeggen, dat is... Ja. Ten eerste denk ik over het algemeen dat het opleidingsniveau in Heemstede misschien iets hoger is dan de rest van de buurt. Misschien, Bloemendaal zal ongeveer hetzelfde zijn. Als ik het vergelijk met de grote buurgemeente Haarlem, denk ik gewoon dat Heemstede wat meer voordelen daarin heeft. Misschien nog niet. Maar ik denk dat je gewoon vooral moet zorgen dat je bewaken dat het er, al voor zover het er is, dat het er blijft. En, maar misschien zelfs versterkt wordt. En daar waar het niet is, moet je een handje helpen. Ik had nog een andere vraag, want die raad en dergelijke ook nog heel lang door. Maar ik vind dit wel een heel interessant onderwerp. Ik ga me zeker nog eens even verder verdiepen. Ja. Ik voel mezelf ook erg aangetrokken. We dachten nog even over de metropool Amsterdam en het toerisme. Ja. Wat voor verbanden zie je op het ogenblik richting Heemstede vanuit die grote metropool? Wat zal de rol van Heemstede in dat geheel gaan worden? Nou ja, ik denk dat vooral Heemstede zich moet afvragen welke rol ze zou willen spelen. Kijk, de metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen 33 gemeentes en 2 provincies. Het strijkt van de IJmuiden tot aan Flevo, tot en met Flevoland. En van Beemster tot de Haarlemmermeer. Dus dat is best een heel groot gebied. Ja. En in internationaal verband is Amsterdam een sterker merk dan Nederland. Hè? Noem ergens in Japan, noem Amsterdam, dan weet ze het. Ja. 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 Noem je Nederlands in Nederland. Dus daar kunnen we enorm veel aan hebben. En tegelijkertijd kan zelfs Amsterdam alle opgaven en alle uitdagingen die er zijn in de regio en in de stad
niet zelf aan. Dus daar kunnen wij als Heemstede ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Tegelijkertijd merk je dat die samenwerking een soort van vliegwieleffect heeft. Dus op het moment dat je zegt recreatie en toerisme gaan we samen doen, dan kunnen ze opeens naar Amsterdam, naar het Rijksmuseum en langs de grachten en al dat soort dingen. Maar ze zijn ook, want Amsterdam is natuurlijk een hele kleine metropool, ze zijn ook zo in Volendam op de dijk. Ja. Ze zijn bij de Zaanse Schans. Ze zijn zo op het strand. Ja. Hè, dus het strand van Zandvoort en IJmuiden heet niet het strand van Zandvoort en IJmuiden. Nee, dat is Amsterdam Beach. Ja. Amsterdam aan zee. Maar dan merk je er wel wat weerstand binnen de plaats. Binnen de bevolking wordt het niet altijd even lekker. Nee, maar dat is niet erg. Want in dit geval gaat het om het merk Amsterdam. Ja. Kijk, een beetje gewone metropool in de wereld heeft gewoon 8 miljoen inwoners. Dat hebben wij niet. We zijn echt een mini-metropool, dus we moeten het wel samen doen. Ja. Want niet alleen willen we dingen in goede banen leiden, daar waar er oververhitting plaatsvindt. De woningmarkt in Amsterdam, in de recreatie en toerisme in Amsterdam. Dus dat neemt voor ons wel enorme kansen van wat voor recreatie willen wij dan uit die grote taart van recreatie en toerisme. Welke willen wij dan? Ja. En dan kunnen we afwachten totdat we merken wat er overstroomt uit Amsterdam. Maar je kunt ook zeggen, hé, waar zijn wij van? Ja. Waar zijn wij in Zuid-Kennemerland? Want dat doen we samen. Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. Waar zijn we als Zuid-Kennemerland van? Wat is voor ons kenmerkend? Ja, en waar zou je dan nadruk op leggen? Nou, je kunt denken aan het duingebied. Je kunt denken aan de landgoederen. Je kunt denken aan het Weidse, maar ook de oude gebouwen. Wat rustigere toeristen, fietsen. Klassieke muziek, Formule 1 of die komt, ik weet niet of de nieuwsberichten moeten. Vanavond valt de beslissing gewoon. Zoiets. Ja. Maar je moet vooral proactief daarin zijn. Als je afwacht, dan krijg je iets op je bordje. En als je zegt, nee, dit hebben we in de aanbieding en dit gaan we als merk, als kenmerk van ons gebied, gaan we uitventen. Dan heb je regie op wat er komt. En gaat dat ook echt gebeuren? Ja. Ja, want we hebben, mijn collega aan het college, Nicole Mulder, doet de identity matching. Ja. Dan ga je dus echt kijken van, wat is nou de identiteit van Heemstede? Wat is de identiteit van Zuid-Kennemerland? En dan ga je op basis daarvan zeggen, oké, daar zet je op in. Want alles wat al een kern van waarde heeft in de gemeenschap, is veel makkelijker versterkt dan dat je iets verzint. Ja. Okay. Brainport rondom Eindhoven, waarom is dat zo succesvol? Ja. Omdat daar gelijksoortige bedrijven zaten. Ja. En daar waar je probeert een regio te vestigen onder een naam die geen band houdt met de historie, werkt dat niet. Klopt. Dus je moet je eigen identiteit heel goed gaan bekijken en dat versterken. Ja, maar ik denk dat het zeker nu van belang is, want vorig jaar had Amsterdam geloof ik iets van 25 miljoen bezoekers in een jaar tijd. Ik geloof dat ze dit jaar 33 miljoen verwachten, dus die zullen toch ergens naartoe moeten. Ja, weet je, en je kunt geen ho zeggen. Nee. Dus, ze pakken de trein en ze zitten zo in deze regio. Ja, en dit is voor hun kippen. Ja, maakt het niet uit dat die 40 kilometer Het wordt ik merk even wel heel grappig is. Kijk, YouTube, dit is ook YouTube, maar dan kijk af en toe wel eens naar Nederland en Amsterdam. Maar steeds vaker Amerikanen zie je dan ook, die maken maar een kanaal. Ze zeggen, ja, Amsterdam is wel leuk, maar het is afgezaagd. Je moet eigenlijk die randgemeentes bezoeken. Ja. Dus Amerikanen zelf zijn het al aan het ontdekken. Klopt. Ja. Klopt. Dus wat ik zeg, de regie is niet altijd helemaal in handen te houden. Want als de een zegt, nou, Haarlem is veel leuker en Gouda, dat is een ding, of Alkmaar. Dan zie je dat uiteindelijk toch gaat ontstaan. De bolleboeren die worden ook al heel erg attractief. Hè? Ja, zeker. De toeristen die door de velden heen lopen. Zo ik heb een beetje gewerkt daar. Gewoon in winkel was het nog. Maar daar zitten gewoon echt die toeristen gewoon niet op die. Het is eigenlijk gewoon de eenbaansweg. Zet ze gewoon de auto neer, hup, ze gedoken zo het veld in. Ja. Levensgevaarlijk. Ja. Maar het, ik zag kort geleden nog een programma van een bolleboer die vond het echt verschrikkelijk. Ja. Ze lopen dwars door zijn weiland heen. En, springen eroverheen. Het goede van benoemen waar je van bent en ook met elkaar daarin optrekken, is dat je vervolgens met elkaar onderkent van hoe komen die toeristen dan van A naar B? Ja. En als je eigenlijk letterlijk een spinnenweb over de metropoolregio Amsterdam legt, dan zie je dat het eigenlijk vanuit Amsterdam allemaal naar buiten is gericht. Ja. Maar niet zo. Deze verbindingen, inclusief in onze regio Oost-West-verbindingen, die zijn heel slecht geregeld. Ja, dat klopt. En als je dan met elkaar zegt, oké, dit is onze opgave, en je hebt binnenkort zelfrijdende auto's, of je hebt
snelfietsroutes. Of, ja. Ja. Dan kun je echt met z'n allen gaan kijken, oké, waar gaan we dan gezamenlijk in investeren? En zolang je dat allemaal in eilandjes doet, van je eigen gemeente, kun je dat soort problemen onvoldoende oplossen. Ja, ja, dat klopt. Ja, ik ben heel benieuwd. Heb je nog specifieke vragen? Ik heb zo'n mooi moment. Enorme vragenlijst, maar we zullen niet met alles lastig vallen. Ik heb niet zo. Ja, gewoon even, kijk, de ambities van Heemstede op zich. Gewoon even de komende jaren, wat zijn dan de grote eikpunten waar Heemstede zich op gaat richten? Nou, ik denk dat de grotere opgaven zitten denk ik toch in de energietransitie, in verduurzaming. Ook misschien van het gas af. Wat betekent dat? Daar hebben we natuurlijk al een aantal bouwprojecten van die daar gelukkig al zonder gasaansluiting worden gebouwd. De leefbaarheid wordt ook een ding. De mobiliteit neemt toe. Het gaat allemaal dwars door Heemstede, ook naar het strand. En er is een toenemende druk op de woningmarkt. Amsterdam is al oververhit qua prijzen. Maar je ziet dat eigenlijk uitdijdt in eerste instantie naar Kennemerland en dan ook naar het noorden en naar het oosten van de metropool. Dus we hebben ook echt die 240.000 woningen te bouwen in de metropoolregio Amsterdam. Nou, daar heeft Heemstede natuurlijk ook een contingent van. En dus die zul je serieus moeten nemen. Maar het aantal woningen wat in Heemstede wordt gebouwd, is dat ook een beetje betaalbaar voor de jongeren? Nou ja, de druk op die woningmarkt is zodanig groot dat de grondprijzen ook omhoog gaan. Hmm. Dus daar moet je absoluut heel bewust een keuze in maken om dat voor elkaar te krijgen. Want dat betekent eigenlijk dat je daar een deal moet gaan sluiten, willen jongeren nog steeds in de gemeente kunnen blijven wonen. En die blijven natuurlijk in mijn beleving wel echt een belangrijke factor. Ja, natuurlijk. Want als je kijkt naar de demografische samenstelling van Heemstede, dan heb je jongeren aanwas heb je nodig. Die moet je ook proberen vast te houden. En dus is het ook de grootste opgave om senioren te laten wonen op plekken waar het voor hen levensloopbestendig is. Soms zitten ze ook vast in die grote huizen of in grotere appartementen of iets dergelijks. En tegelijkertijd moet je kijken hoe je een transitie maakt, zodat er ook meer ruimte komt voor jongeren tegen hele betaalbare prijzen. Ja. Denk je dat anders gaan de jongeren het dorp uit. Denk je dat het laatste te realiseren is in Heemstede? Ja, dat denk ik wel. Maar dan moeten we wel creatief zijn. Moeten we ook kijken of we bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden ook van de woningwet om vijfjaarscontracten te sluiten, maar dan voor kleine units. Voor iedereen die in transitie zit. Dus of iemand die net het huis uitgaat, net gestudeerd heeft en nog geen vaste baan heeft. Iemand die net gescheiden is, die ook tijdelijk een onderkomen. Maar al die categorieën mensen die net even gedurende een kortere periode met wellicht beperkte vierkante meters, maar wel een eigen stek wil. Ja, nou, volgens mij moet je daar naar kijken. Maar als op een gegeven moment een stuk grond braak ligt waarop gebouwd zou kunnen worden. Je geeft de opdracht aan de projectontwikkelaar, dus zal hij alleen maar proberen om die huizen die erop gebouwd worden voor de hoogst mogelijke prijs te verkopen. Klopt. Dat gebeurt hem eenmaal. Klopt. Dus je moet de samenwerking aangaan met de woningbouwvereniging. Ja, of zijn er ook mogelijkheden dat de gemeente op een gegeven moment zegt van wij zouden dat kunnen gaan bouwen tegen betaalbare prijzen. Nee, maar weet je, dat is natuurlijk, aan beginnen. Dat is in het verleden was dat zo. Dan had de gemeente ook alle gemeentelijke woningbouw, wat nu bij een woningbouwvereniging zit, dat zit nu bij een woningbouwvereniging. Wat toen bij een gemeente zat. Dat doe je niet meer zelf. Okay, dat doe je inmiddels in samenspraak met een woningbouwvereniging. Klopt. En dat maakt ook dat mensen gelijke kansen hebben op zo'n... Om zo'n hoeveel had die samenwerking tussen woningbouwvereniging en die projectontwikkelaar? Is daar... Ja, dan kun je met verordeningen kun je dat doen. Soms kun je zeggen zoveel percentage sociale woningbouw moet gerealiseerd worden binnen een project. Hmm. En vaak wil dat dan, zeg maar, de woningcorporatie voor zijn rekening nemen. Dat is in Heemstede ook zo. En dat is in Heemstede ook zo. Slottuin is daar een mooi voorbeeld van. Mm. Daar zit behoorlijk wat sociale woningbouw. En verder maken wij elk jaar prestatieafspraken met woningbouwverenigingen. Van welk percentage, hoeveel sociale bouwwoningen moet er zijn? Voor welke doelgroepen moet dat voorop staan? Maar ook dingen als veiligheid en duurzaamheid. Ja. Sociale cohesie komen dan langs. Interessant is trouwens dat voor het eerst dit jaar... prijzen in Amsterdam minder hard stijgen. Die zijn een beetje... Maar alleen daarentegen is weer Haarlem en Heemstede. Ja. zijn in de hoogste van heel Nederland geworden. Dus je ziet gewoon dat de trek vanuit Amsterdam naar Haarlem toch wel erg groot is. Klopt. Ja, en maar dat is natuurlijk ook wel weer veel voor de Heemstedenaren en Haarlemers die daar ook willen beginnen.
Die zien natuurlijk niet graag gebeuren. Nee, in die categorie zie je toch veel meer naar Zaanstad en Purmerend gaan. Ja. Maar goed, we moeten wel zorgen dat er een diversiteit is. Want diversiteit is rijkdom wat mij betreft. Ja. En dat iedereen daarbij hoort en iedereen ook kan blijven wonen, dat is een rijkdom. Ja, en moet je jezelf niet ontzeggen. Maar denk je wel dat er voldoende aanbod is in Heemstede om inderdaad de jongeren te behouden? Want heel veel jongeren gaan nu weg of ze gaan bij hun ouders wonen. Nee, ik denk dat nu wel een probleem is. Maar het is niet voor niks een focus op starters en op het passend huisvesten van senioren. Ja. Waardoor er dingen vrijkomen ook weer. We gaan even een beetje, want ik heb net een seintje gekregen over de tijd. Oké, nu alweer? Ja, gaat hard. Maar ik zag ook nog een punt van verkiesbare burgemeester, maar die lijkt dan even gaan schieten. We laten hem schieten, Jos. Ja, echt wel. Nee, ik kan niet het laatste punt. Ik kan één zin doen waardoor ik er tegen ben. Okay. In alle politieke gedruis is het echt belangrijk dat iemand boven de partijen staat. En als die ook nog gekozen wordt, dan is het toch in enige mate een politiek figuur geworden. Ja, dat is, als je graag gekozen wordt, ben je een politiek figuur. Dat staat. Ja. Nee, maar dan het laatste punt. En dat is gewoon, heeft u zelf nog een punt toe te voegen? Wat zegt, nou, daar wil ik even op terugkomen. Nou nee, volgens mij hebben we heel veel besproken. Misschien als laatste punt van wanneer mag ik weer komen? Als het ons zo snel mogelijk. Ik vind het, lijkt me ik vind het sowieso hartstikke leuk om mee te praten. Dat is niet alleen in de studio. Nee, want we gaan hiermee door. En, leuk. Volgende keer willen we proberen ook echt raadsleden binnen te krijgen. Leuk. En dan gaan we echt over een onderwerp hebben. Dus ik denk dat het gesprek iets minder gezellig is. Het kan gezellig zijn, maar tegelijkertijd. Maar je merkt gewoon dat toch zeg maar echt politici vaak toch een eigen punt willen maken. En dan is het de vraag in hoeverre. Misschien is dat een heel een leuk gesprek. En, als het goed is, blijven ze respectvol naar elkaar. En dan is het nog steeds een leuk gesprek. Ja. Nou, en dan maken we één film en daar zetten we al die verschillende dingen in. En dan kom je als laatste, mag ik commentaar even op Dit wordt ook van. Laten we dat niet doen. Nee, Jos, bedankt. En burgemeester, bedankt voor het gesprek. Ik hou het toch even formeel nog. Ja. En kijkers, u ook weer bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer. En tot ziens. Oké, hartstikke. Nee, bedankt. Dankjewel.